Het is vandaag vrijdag en wij zijn onderweg naar het centrum van Alkmaar. We gaan even een bakkie daar doen, misschien even lunchen. En Ellen die komt nog even langs, dat was onze kraamzorg. 3 maanden of zo niet gezien, dus wel weer leuk om haar even te spreken. En dat ze nou het weer even kan zien, hoe goed hij gegroeid is. Verder moeten we nog even wat luiers halen. Spannend hè, goede content hier zit iedereen op te wachten. Ja, nou, vanochtend nog even wat administratie gedaan. Ik heb mijn btw-aangifte gedaan. Nog goeie, wat. Goede content. Nou, vertel ik wel niks meer. Nelis is naar het kappertje geweest. Is dat interessant soms of ook niet? Dus. Snapt hij? Nou, ik hoor hem al de hele weg niet, dus. Nee, dat is waar. Lijkt me wel. Alleen dat ik hem in de auto zet en begon hij een beetje te piepen. Ja, die slaapt. Hey vriendje. Hey. Wat gezellig hè, om Ellen weer te zien. Ja. Nou, het begon allemaal te lachen. Zij herkennen de stem nog wel, dat is wel heel grappig. Ik heb vandaag weer een pakketje van Chiquelle binnengekregen. En ik heb wat kleding besteld wat ik normaal misschien niet zo heel snel zou kiezen. Het is misschien ook meer een beetje kleding om te dragen naar een festival of bijvoorbeeld voor op vakantie. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat staan en hoe ik het ga vinden. Dus ik ga het eventjes aantrekken en ik ga jullie even laten zien wat ik besteld heb. Nou, dit is het eerste topje. Die valt wat hoger. En ik zal hem nu eventjes in de spiegel laten zien. Dan kunnen jullie hem helemaal even goed zien. Korte mouwen. En dit is een one size. En ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Dit is de achterkant. Ik heb een wat hogere broek heb ik er even op gedaan. Deze komt trouwens ook bij Chiquelle vandaan. Ik ga even aan Nelis laten zien, kijken wat hij ervan vindt. Hey Nootje. Hey, ben je lekker boerie aan het laten? Oké, dit is de eerste top. Oh ja, leuk wel. Ja? Ja, staat je wel goed. Ik zou het normaal niet zo snel aandoen, zeg maar gewoon in het dagelijks leven. Maar bijvoorbeeld voor een festival of zo is dit toch wel heel leuk. Mm-hmm. Top nummer 2. Deze lijkt er wel een beetje op. Valt ook wat korter, maar die heeft wat kortere mouwtjes. Deze schijnt, zie ik wel, een beetje door. Dat had die andere niet. En ik zal hem ook eventjes laten zien in de spiegel. Zo ziet deze eruit. Hieronder zit een elastiek. En de achterkant ziet er zo uit. Deze vind ik echt wel heel erg leuk. En die stiek vind ik wel heel grappig. Maar er moet wel dus even een andere BH onder. Anders zie je dat er wel een beetje doorheen. Nummer 2. Leuk. Welke vind je leuker? Ik denk wel die eerste. Ja? Ik denk het wel. Waarom? Dit is niet echt jouw stijl. Je eerste meer, denk ik. Ja? Oké. Okay. Jij? Ik vond deze echt ook wel leuk met deze dingetjes. Ja. Dat heeft wel wat, man. De vorige top wat ik aan had, dat was trouwens ook een one size. En dit is mijn laatste outfit. Alleen, ik weet nog niet echt of ik hier heel erg blij mee ben. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik denk sowieso dat ik hem even omruil in een S. Want ik heb ze nu allebei in een XS aan. Ik ga het gewoon even aan jullie laten zien. Het is los een top en een rok. Maar ik vind dat die rok vrij hoog komt. En als ik hem wat meer naar beneden doe, dan is hij eigenlijk te krap. De achterkant komt hij ook wel heel hoog. Dus... ja, hier ben ik wel echt even te oud voor, denk ik. Ik vind het wel, wat dat betreft, wel echt een hele leuke outfit. Ook zeker voor op vakantie. Maar ik weet gewoon niet echt of het echt mijn ding is. Aan de achterkant is deze trouwens wel heel leuk. Daar kruist hij op je rug. Oké. Oké. Wat is je reactie? Weet ik niet. Ik heb jou nog nooit zoiets gezien. Nee. Vind je dat ik deze moet omruilen in een S? Of zeg je dan wat anders bestellen? Ja,
Nou, je zou het kunnen proberen voor in de zomer of zo. Is misschien wel lekker als je in het strand gaat of zo. Zoiets. Ja, ik vind het op zich wel een leuke outfit of zo, maar... Ja, het is wel weer wat nieuws. Ik moet er even aan wennen, denk ik. Welke vond je het leukst? Van de drie? Ja, de eerste of de tweede. Ik denk misschien wel de tweede. Oké, dan ga ik voor de eerste. Oké. Nummer 1. Uno. Heeft hij lekker gedronken? Ja. 40 ongeveer overgehouden. Oh. Niks gespuugd nog. Hey. Ik heb het idee dat hij een beetje moe is. Oh. Ik kan hem zo maar tegenwoordig even een beetje leggen. Nou, en ik mag jullie uiteraard ook weer een code meegeven. Met de code Carlijn20 krijgen jullie 20% korting op hun website. Op eigenlijk alle kleding, behalve weer op wat al in de sale is en op de beautyproducten, dus op de make-up producten. En er staan wel echt superleuke kledingstukken op hun website. Dus ik zou zeggen, neem zeker even een kijkje. Die korting is natuurlijk leuk meegenomen. Oh ja, laat ook even zeker in een reactie weten of ik dit setje om moet ruilen in een S. Of dat jullie zeggen van, doe maar gewoon niet en... ja, haal er maar gewoon wat anders van. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat het even weten. Het is vandaag zaterdag en wij zijn onderweg naar Joey en Tess. Want Niels is daar helpen in de tuin. En we gaan in de middag gaan we daar lekker pannenkoekjes eten. Alleen, ja, mijn rug die trekt dat niet meer, zijn gewicht. Dus dit is wel, denk ik, de laatste keer dat we zo'n eind gelopen hebben. Ik ben ook allemaal buiten adem. Maar ja, we zijn er nu bijna. Die kleine die ligt lekker te tukken. Ziet er al goed uit. Ja. Mede mogelijk gemaakt door jouw mannetje. Hey, Carly. Hey, Nelis. Hey, daar is ze! Ga je lekker? Ga je zo erbij kijken? Lekker! Zo, stoppen inkopen. Lekker naar mijn haar ook. Hey man, zit je er ook lekker bij? Oh, ja. Gewoon voor 2 euro of zo. Nou, we zijn weer op de terugweg. We zijn nu even aan het pauzeren op een bankje. We gaan even lekker van het zonnetje genieten. En gaan we zo meteen weer richting huis. Good morning, het is vandaag zondag. Nou, die ligt lekker even te tukken in de box. We hebben hem een nette outfit aangedaan, want vandaag is mijn vader jarig. Dus komen we straks even een bakkie doen. We gaan nu nog even snel douchen, nu die nog slaapt. Dan nog even wat boodschapjes halen. Verjaardag, pap. Dankjewel. Ja, lekker hoor. Oh ja, oma, zei je dat? De kinderen zijn er ook. We moeten maar 2 euro uit om zo te betalen. Laatste kinderwens. Wat voor nou? En er was gewoon een ijsje. Het is maandag en ik ben net terug van de kapper. Het is weer even lekker een stukje lichter en de dode puntjes die zijn er vanaf. Nauti doet nu nog even een middagslaapje en ik ben ondertussen vast begonnen aan het avondeten. Even kijken, ik had zo'n vers pakket gehaald, Boboti. Ik moet zeggen dat ik echt al best wel een tijd niet meer gekookt heb. Ik vind het ook eigenlijk helemaal niet leuk om te doen. Ik ben er ook niet heel goed in. En Niels heeft dat juist weer wel. Die ja, vindt het best wel leuk om te koken. En die weet ook precies ja, wat hij er allemaal bij moet gooien om iets weer lekker te maken. Maar
Ja, ik denk dat hij heel verrast zal zijn als hij straks thuis komt en het eten staat klaar. Verder vond ik het best wel even spannend om Nout mee te nemen bij de kapper. Want ik heb daar uiteindelijk wel 2,5 uur gezeten. Eigenlijk is alles heel erg goed gegaan. Hij had net voordat we weggingen had hij een flesje gehad. En hij heeft daar nog even geslapen in de maxicosi. En hij is nog een tijdje wakker geweest. Even een beetje gaan brabbelen. Maar ja, voor de rest was hij heel erg chill. En ja, volgende keer kan ik hem dus weer gewoon meenemen. Dat is wel heel erg lekker. Ik heb net een telefonische afspraak gehad met de huisarts. Want ik heb eind november, begin december, zoals sommigen van jullie misschien wel zullen weten, corona gehad. En sindsdien heb ik nog steeds niet helemaal mijn geur terug. Sinds de bevalling heb ik dat alles ook een beetje zuur ruikt. Dus ik dacht, nou ja, misschien heeft het ook wel met de borstvoeding te maken of met die hormonen. Ik ben nu al eventjes gestopt met borstvoeding en ik heb het nog steeds. En het begint me wel eigenlijk steeds meer te irriteren. Niels en ik waren bijvoorbeeld laatst in Alkmaar en we liepen de Douglas in. En nou, Niels vindt die geur altijd super heftig, maar ik rook gewoon helemaal niks. Ze hebben me nu via de mail een bestand gestuurd. Daar staat onder andere iets in van een geurtraining. Dus ze zeiden van, dan moet je dat even gaan doen en de tips die erbij staan. En mocht het na een maand nog steeds niks verbeteren, bel dan eventjes terug. Dus ja, de komende paar weken ga ik daar even mee aan de slag. Dus ja, ik hoop wel echt dat dat wat gaat helpen. We hadden bijvoorbeeld ook gisteravond even McDonald's gehaald. Maar ja, het proeft gewoon niet meer zoals dat geweest is. En toen dacht ik, dit is de druppel. Nee hoor, ik zat er al een tijdje mee en ik dacht ik ga gewoon bellen. Kijken of ze er wat voor hebben. En ja, hopen dat het helpt. Hallo. Hi. Hoe is het? Goed. Waarom ben je mij aan het filmen? Kijk eens wat er op het aardig staat. Zo dan. Heb jij gekookt? Ja. Wow. Ja, dat mag wel gefilmd worden, ja. Heb je ook vastgelegd dat je het echt gedaan hebt? Of is je moeder hier geweest? Of nee, ik heb het echt gedaan. Jij hebt het echt gedaan? Ja, echt. Zo. Nou, schouderklopje. Thanks. Goed hoor. Weet je zeker dat het nou niet geholpen heeft? Het is vandaag dinsdag en ik ben vandaag vrij in plaats van vrijdag, want ik werk vrijdag een dagje extra. Dus ik had vandaag vrijgenomen en wij gaan lekker even wandelen. Net naar het jasje aangedaan en hij heeft er zin in volgens mij. Het zou mooie weer worden vandaag, maar het is toch een beetje bewolkt. Maar we gaan toch even lekker wandelen, hè? Ja. Heb jij lekker geslapen? Ik denk het wel. Mijn tijgertje. Hey, ho! Kopstoot voor papa. Bijna met tanden door mijn lippen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en Nout die wordt zometeen opgehaald door Niels' moeder. Die gaat vandaag daar gezellig een dagje heen en ik ga daarna naar mijn werk. We hebben op zich wel weer een lekkere nacht gehad. Om 1:30 s'nachts kwam hij en toen pas weer om 6:00 s'ochtends. Daarna hebben we zelfs ook nog eventjes kunnen slapen. En toen hebben we ons klaargemaakt. Noutje, moet je niet even naar de andere kant kijken? Hey, wie zie jij? Zie jij jezelf, lieverd? Ja. Ja, deze man is altijd echt super vrolijk in de ochtend. Zelfs in de nacht, als je dan zijn luier aan het verschonen bent, dan begint hij zelfs naar je te lachen. Ik heb voor de rest een lekker vol dagje vandaag, dus ik heb er weer zin in. Nou, mijn werkdag vandaag zit er weer op. Ik ben weer heerlijk verwend door mijn klanten. Ik heb lekkere chocolaatjes gekregen. Deze.
En ik heb een kinderboek gekregen. En een cadeaubon van de prenatal. Dus ja, echt weer onwijs lief. Verder moet ik zo meteen nog eventjes langs de HEMA, langs de Action, langs de Appie en de Ethos. Gelukkig zit dat allemaal in één winkelcentrum. Waar ga ik zo meteen nog eventjes heen? Nou, het is nu nog bij mijn schoonmoeder. Die wordt straks weer bij ons thuis gebracht. Maar goed, ik ga hier eventjes afsluiten en dan ga ik nog even snel wat dingetjes halen. Zo, ik ben weer thuis en dit is wat ik allemaal gehaald heb. Ik moest nog even brood halen. Dat heb ik bij de Appie gehaald. Deze voor Nielse sportkleding. Nog een brood. Ik moest enveloppen halen bij de Action. Ik ga binnenkort weer wat babykleding op Vinted zetten en hier verzend ik ze altijd in. Even kijken, lavendel vuilniszakjes voor in de prullenbak waar de luiers in gaan. Ja, ik ruik ze zelf niet, maar het zal wel lekker zijn. Even kijken, bij de Ethos heb ik een grotere drinkfles gehaald, want Nauti gaat nu wat meer drinken. We hadden er eerst eentje van volgens mij 170 ml en dit is 250, dus hier kan die weer even mee vooruit. Nog een paar zakken. Ik heb een fotootje laten drukken en deze kwam ik toen bij de HEMA ook tegen. Die heb ik gelijk even meegenomen voor Nautje, voor Koningsdag. Mega cute. En wat ik opgehaald heb zijn olietjes voor die geurtraining. Dus ja, ik ben heel benieuwd of het gaat helpen. Ik ga er gelijk vanavond mee beginnen. Dus ja, boodschapjes zijn weer gedaan. Ik ga het eventjes opruimen. En dan denk ik dat Nout zo meteen weer wordt gebracht. Oké, nou dit zijn de olietjes waarmee ik de geurtraining moet doen. Eucalyptus, citroen, kruidnagel en roos. En even kijken, dit is wat ik moet doen. Pak één flesje en haal de dopper af. Houd het flesje ongeveer 3 centimeter onder de neus. Raak de neus niet aan met het flesje. Haal 5 keer diep en rustig adem door de neus. Houd het flesje de hele tijd onder de neus. Adem niet te snel, dan komt de geur niet in uw neus. Oké, nou, ik ga beginnen met eucalyptus. Nou ja, ik ruik hem dus echt een heel klein beetje. Echt heel erg licht. Doe hetzelfde met de 3 andere flesjes. Wacht na elk flesje steeds 2 minuten voordat u doorgaat met het volgende flesje. En dat moet ik dus 2 keer op een dag doen. In de ochtend en in de avond. 3 maanden lang. Maar de huisarts had al gezegd van als je na een maand nog steeds bijna niks ruikt of geen verbetering merkt, dan moet je gewoon weer even bellen. Hier staat dan nog van ruikt u na 3 maanden nog niks, stap dan over op 4 nieuwe geuren. Jasmijn, mandarijn, mint en tijm. En ruik hier ook weer 3 maanden lang aan 2 keer op een dag. Dus nu 2 minuten wachten. Nelis, ruik eens. Geurtraining. Ik ga niet zien welke dit is. Eucalyptus natuurlijk. Oh, vind je die heftig of niet? Nee, ik vind dat lekker ruiken altijd. Oh, oké. Okay. Ja, kruidnagel. Jij wist welke 4 ik had natuurlijk. Roos. Citroen of zo? Ja. Goed gegaan. Ik ben geslaagd. Geen corona. Jos heeft geen corona. Nee, ik ook niet. Nou, deze ruik ik dus echt bijna niet, hè. Is dat? Citroen. Oh. Als ik hem, je moet hem dus 3 centimeter onder je neus houden, maar als ik hem in je neus gaat houden. Zo doe. Dan pas ruik ik het echt een heel klein beetje. Ja, heel licht. Niet heel sterk hoor. Nee? Het is vandaag donderdag en ik ben nu op mijn werk en ik heb even pauze. Ja, ik ben een broodje aan het eten, maar ik moet zeggen dat ik tegenwoordig niet zo heel veel meer geef om eten. En ik las ook op de website die ze doorgestuurd hadden dat, nou ja, doordat je minder proeft, dat je minder zin hebt in eten. En ik merk dat ook wel echt de laatste tijd. Ik eet niet alleen minder, maar ik eet ook minder gezond. Eigenlijk best wel ongezond. En er stond dan ook bij van, nou ja, doordat je minder eet en minder drinkt op een dag, kan je natuurlijk afvallen. Nou heb ik dat niet echt gewogen, want ik ben net 3 maanden geleden bevallen. Dus
Ik heb eigenlijk nog niet echt op de weegschaal gestaan sinds ik minder eet. Wat ik trouwens borstvoeding gaf, heb ik trouwens wel gewoon heel veel en goed gegeten en gezond. Want ja, dan moet je wel, je kind krijgt natuurlijk al die voedingsstoffen mee. En nou ja, doordat ik borstvoeding gaf, had ik ook gewoon echt best wel trek. Want dat ja, kost best wel veel energie. Maar ja, sinds ik daarmee gestopt ben, eet ik gewoon echt heel erg slecht. En ik merkte dat de laatste tijd en ik was ook een beetje down daardoor. Ik las dan ook op die website van dat geuren ook heel veel met emoties te maken hebben. Bijvoorbeeld het ruiken van je partner of van je kind kan je heel erg missen als je je geur kwijt bent. Ik moet zeggen, dat had ik ook wel bij Niels. En ja, Nout heb ik eigenlijk nog nooit echt geroken. Ja, heel gek. Ik weet niet eens hoe mijn eigen kind ruikt. Want ik had natuurlijk voordat hij geboren was, had ik corona gehad. En ja, daarna werd mijn geur steeds minder. En ik hoopte eigenlijk dat voor de bevalling dat wel weer terug zou komen. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus ja, ik hoop ook gewoon echt heel erg dat wanneer de geurtraining helpt, dat ik Nout ook kan ruiken. Ik ben ja, best wel benieuwd hoe hij ruikt. Er stond er dan ook nog op de website dat wanneer je niet kan ruiken, dat het ook gevaarlijke situaties met zich mee kan brengen. Bijvoorbeeld dat je brand- en gasluchten niet ruikt of wanneer je eten bedorven is. En ik heb dat natuurlijk voor de mensen die mij wat langer volgen, die weten dat. Heb ik laatst een keer wat laten aanbranden en ik rook gewoon niet dat het echt onwijs erg naar verbrande lucht rook in huis. Dus gelukkig was Niels thuis. Ja, eigenlijk al met al alles opgeteld bij elkaar heb ik er toch best wel moeite mee dat ik niet kan ruiken en proeven, of tenminste heel weinig. Dus ja, ik hoop dat het wat gaat helpen. Ik ga jullie sowieso op de hoogte houden hoe het gaat met de geurtraining. Of het beter wordt. En ja, ik zal het jullie laten weten. En verder ga ik hiermee ook alweer de weekvlog afsluiten. Want het is donderdag. En ik ga hem nog even snel editen. En ik hoop dat hij op tijd online staat. Maar dat weet ik niet zeker. Omdat ik ook tot wat later werk vandaag. Maar ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn YouTube kanaal. En even in een reactie laten weten hoe jullie de kleding vonden. En tot volgende week weer.